Daar zijn we weer. We blikken terug op de maand juli vol met jaarafsluitingen. Mijn naam is Koen Ypenburg en welkom bij de Excelsior Foundation Monthly. We beginnen met de afsluiting van het seizoen. In het Van Dongen en de Roosstadion werd er afgesloten samen met ABN AMRO. Meer dan 100 kinderen waren op die dag aanwezig en het was echt een topdag. De deelnemers van talentontwikkeling in topsport gingen langs bij onze partner Coca-Cola. Daar leerden zij de kneepjes van het solliciteren met succes. De laatste week van de Excelsior Clinics was weer aangebroken. Op verschillende pleinen in Rotterdam werd er weer volop gesport. Ook bij Playing for Success werd het jaar weer afgesloten. Zo hebben de kinderen hun certificaten ondertekend en hebben ze hun periode succesvol afgerond. De jaarlijkse MVO-borrel stond weer op de planning. Samen met onze partners en supporters hebben wij geproost op afgelopen seizoen. We hebben een nieuwe directeur. Frank Vijg komt per augustus ons team versterken. Hey Frank, wat is jouw band met Excelsior? Ik kom hier eigenlijk al mijn hele leven als kind. Als journalist, als schoonzoon, als schooldirecteur, als trainertje, als presentator, als vriend, als liefhebber vooral. En nu mag ik hier ook komen werken. En samen met jullie gaan we die maatschappelijke footprint van Excelsior steeds beter, steeds mooier maken. Tot gauw. Juli was echt een topmaand. Maar in de zomermaanden zitten wij niet stil. Dat zien jullie in de volgende Monthly.